Hallo Margje, fijn dat je er bent. Welkom bij het Ambachtenlab. Nou, welkom. Eindelijk dat we elkaar spreken. Vandaag is gewoon de eerste dag dat we aan de slag gaan. Dus dat is... Het Ambachtenlab is eigenlijk bedoeld als een workshop waarbij ambachtsmensen, kunstenaars, vormgevers en studenten samenwerken aan innovatie. Ik ben Rien Staerts, ik ben stoelenmatter uit Zundert. Ik ben Margje van der Dracht en ik werk in de zorg, daar verdien ik mijn geld. Maar daarnaast ben ik ook leerling stoelenmatter. Ik ben Maarten Strang, ik ben productontwerper. Ik ben Kees Hurkes, ik ben ontwerper in Eindhoven. Dit materiaal moet je nat maken en dan moet je dat heel voorzichtig in die gleuf tikken. Het ambacht wat nu centraal staat in het ambachtenlab is stoelenmatten. Nee, maar het is wel leuk, in het Openluchtmuseum hebben ze natuurlijk een hartstikke mooie collectie. En waar heel veel oude dingen te zien zijn, die ook inspiratie kunnen zijn voor de toekomst. Even een fotootje maken. Het doel van het ambachtenlab is innovatie. En innovatie is gewoon heel moeilijk te meten, is eigenlijk heel moeilijk te bepalen. Zaadveredeling en verbetering. Ik ga er eigenlijk vanuit dat op het moment dat je een kunstenaar, een vormgever, een ambachtsman en een student met elkaar aan tafel zet, met elkaar aan het werk laat gaan, dat er als vanzelf nieuwe invallen, nieuwe ideeën zullen ontstaan. Een ambachtsman of een ambachtsvrouw kijkt anders naar materiaal dan een ontwerper. Die verschillende manieren van kijken, dat willen we onderzoeken. Het basismateriaal daarvoor. Geen idee wat ik hiermee moet doen, hoor. Over 8 weken is er eindpresentatie. En ik denk dat ik het geslaagd noem. Op het moment dat ik kan zien dat de mensen, de deelnemers, echt experimenten met elkaar hebben ondernomen. En dan ben je al heel eind op weg voor innovatie.